welk wetenschappelijk onderzoek ken ik een wow toe? Heel moeilijke vraag voor een rector. Ik zou zeer vele voorbeelden kunnen noemen, maar ik mag er maar één noemen. Dan kies ik voor Dirk in Zee en zijn Gentse collega's plantenbiotechnologen. De groep van Dirk behoort tot de absolute wereldtop. Zij zijn in staat om planten te ontwikkelen die resistent zijn tegen ziektes, waardoor we minder pesticiden nodig hebben. Ze zijn ook in staat om planten te ontwikkelen die langdurige periodes van droogte kunnen doorstaan. Denk aan het voedselprobleem. Hoe gaan wij in de toekomst iedereen van voedsel voorzien, wetend dat de wereldbevolking in aantal nog altijd stijgt, wetend ook dat er klimaatproblemen op ons afkomen. Met andere woorden, tal van goede redenen om aan Dirk en de Gentse plantenbiotechnologen een boot te kennen.